in. 740 lustkolom, 41 luitenant-admiraal Luster. Voor luitenant-admiraal, naar Lucifer doosje. 1. 541. Ach, even naar een luchtkolom. Lucifer houtje. Luitenant. M, ja. Straat. Lantaarn. Staat. Huis op de Verder. Steenuil. Verder. Stoomboot. Dienst OR. Stoomboot-dienst OR, strop ervoor, stoomboot-dienst, 1 stop, 2 stormboot, 3 stotend, 4 straattype, voorstraattype is 3. Nog even herhalen, 10 steenuil, 20 stoomboot OR, bescherm heilige. 80 bekennen, 81 bekomen, 82 belangwekkend, 83 Belgisch, 84 bemanning, 85 benedictien, 86 bepalend PS, 87 bereiken RS, 88 bereidbaar RS, 89 berouwvol RS, 90 besoeien, ervoor 89. Nog 1 minuutje wil ik. Ja. 90 besoeien, 89 ervoor bescherming. Bereiken, bereikbaar brouwgel, RS, rust. Straat aan 20 stoombootdienst, 21 stop, 22. Stormboot 23, stotend OR 24, straattype 23, ja, luierbroekje, luciferhoutje, luchtkolom, luciferhoutje, luitenant, ja, hydro, hypertrofisch, ja, Amsthal, ambachtsvrouwen, amfibragisch, dat moet het zijn. Dat moet het zijn. Ja, jij staat te zweten, maar wat dacht je van ons? Ik reken op de heilige buug. Oh, de heilige buug. Wat doet u allemaal in uw hoofd? Wat roept u allemaal op? Meneer Midden, kom erbij staan. Je mag het niet meer veranderen verder. Ik ga het nu controleren. Nou mensen, dan krijgen we het, hè. De eerste ambtsverlating staat volgens u op pagina 44. Ik sla het boek open en ambtsverlating staat op pagina 44. De tweede. Hydroplaan, dat was het watervliegtuig. U zegt het staat op bladzij 387. Ik haal het boekenleggetje eruit en inderdaad op bladzij 387. Hier staat het. De derde, luierbroekje. U zegt 541, dat is goed op 541. En dan krijgen we de straatlantaarn op 923, zei u. Ik sla hem open. Dat is goed op 923. En dan ambtsverlating. Als het niet goed is, meneer Midden, dan verlaat ik ook onmiddellijk mijn ambt. Nee, beschermheilige was het, hè? Beschermheilige. 89, zegt u. En dat is goed, dat staat op 89. Gefeliciteerd. Fantastisch is dit. Het is niet te geloven, zeg. Maar wat roept u nou allemaal? Allemaal woorden, dat is een systeem wat u heeft. Deze voormiddag had er mij iemand verteld dat de heer Boeg, ja, iemand heel speciaal is. Ja. En dat hij een heest in en alles gelooft en ik heb ze opgeroepen. Ja. Zeg luister, zo het woord luierbroekje, bladzij 541. In welke kolom staat dat? Ik denk, maar ik ben het niet zeker, links aan de onderkant. Ja, dat is goed. Staat links aan de onderkant hier.
wel de trofee. Van het hart, hè. Het is echt zeer fantastisch. Je hebt het verdiend. Fantastisch. Het is, en ik ben zo blij dat ik niet meneer, 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 je krijgt voor mij nog twee vrijplaatsen voor onze cabaretshow wat gestrooid. Heel erg gefeliciteerd. Ik vind het ontzettend leuk dat u er was. En nog heerlijker dat het gewonnen is. Fantastisch. Gabriel Nimmer uit Knokke-Heist. Goed. It's incredible, hardly to believe. Nou, dan gaan we even naar de panel scoren. Jij had natuurlijk gezegd ja. Boudewijn krijgt er 100 bij. Tom Jones moet er 100 inleveren. Chris krijgt er 100 bij. Alain Delon moet er 100 inleveren. Want die zei non, mais non. Ja, niks aan te doen. En het zaalpanelit Laura, die zei ja. En die krijgt er ook 100 bij. Ik bel eventjes Marlène op als jullie het goed vinden. Hallo? Ja, Marlène, ja, met mij. Hallo, Jos. Zegt de Vendelzwaaiers. Ja. Hoe gaat het mee? Nou, ik heb niet zo'n goed nieuws, Jos. Ja, oh. Het spijt me. Het spijt me dat ik je geen beter nieuws kan geven. Maar wat blijkt nu? Er lopen namelijk niet meer zoveel van die Vendelzwaaiers rond op deze planeet. Oh, nee? Nee, en ik had net een voorzitter had ik net aan de telefoon van een Vlaamse Vendelzwaaiersvereniging. Ja. En weet je wat die zei? Die had het over een uitstervend ras. Oh. Dus ik weet niet wat dat moet worden, maar ik zou je misschien toch al maar een beetje voorbereiden. Hè? Dat wordt vroeg opstaan volgende week, denk ik. Nou, de uitzending duurt nog lang. Ja, je moet niet wachten. Ik blijf voorlopig optimistisch. Wij gaan gewoon door, je weet maar nooit. Doe je best met je team. Bedankt. Dag, tot zo. Dag. Zo, dat was Marlène eventjes. Nou, het gaat dus niet zo vreselijk goed allemaal. Er is niks aan te doen. Dan krijgen we nu... Lieve mensen, iets heel anders, iets wat ik ontzettend leuk vond. Een groep van jonge collega's van... Voel je zeker met Head & Shoulders. Voor elkaar. Yes, we gaan naar nummer 3. Oké, 1, 2, 3. Links, rechts, links, rechts. Oké, tijd. John. We hebben nog tijd. Hier. 1 minuut, 45 seconden. Komt het goed? Ik ga een beetje hier staan. Oké, 1, 2, 3. Links, rechts, links, rechts. Ja, ze doen het wel. Wieder, kom maar Gerrit. Leuk, John. 1 minuut, 30 seconden. Binnen raak. 1, 2, 3. Links, rechts, links, rechts, links. Ja, door. Stand door. Kom maar. Kom eens nog 3 muurtjes en je hebt 1 minuut 12. 3. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Ja, ja, nog 2, nog 2, nog 2. Je hebt nog een minuut. Voor 2 muurtjes. 2, 3. Seconden nog. Nog 5, de laatste nog. Nog 45 seconden. 1, 2, 3. Links, rechts, 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 rechts. Ja, 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 ja. Thank you very much. Thank you. Oh, fantastisch. This is for you. And this is too. Thank you. Yes, yes. Fantastisch. Jongens, jongens, van harte gefeliciteerd. Als jullie heel hard doorrijden, zo en dan linksaf, dan ga je de Groesbeek. Ik zeg gefeliciteerd. Fantastisch, jullie hebben meegedaan. Wat is dat dan weer? Oh, maar dat is Divertimento uit Kudelstaart, maar natuurlijk. En de laatste. Was dat het? Jullie hebben verschillende vaandels bij je, hè? Ik heb dus begrepen dat iedere vendelvereniging, en als het niet waar is, dan moet je me corrigeren, een eigen figuur heeft. Maar dat heet niet zo.
Het is de Vlaamse volkskunstbeweging. Ja. Maar hoe heet zo'n figuur? Hoe noem je dat? Wel, er zijn verschillende figuren. Je hebt het Vendelspel, ja. Je hebt de Lende, je hebt de Weekslagen. Ja, ik heb geen idee waar je het over hebt, hoor. Ik denk dat er staat hier aan de macht. Hoe heet jij? Amanda. Amanda? Zeg, Amanda, waar kom jij vandaan? Weet ik niet. Nee? Zeg, maar hoe kom je dan weer terug? Dat weet ik ook niet. Weet je ook niet? Nou, zal ik er maar een beetje op je letten? Hè? Ook niet. Je kan het zelf. Wat heb je hier voor een stokje? Wat is dat? Majorettenstok. Is een majorettenstok? Ja. Dus jij bent eigenlijk een klein majorettje, ben jij? Ja. Hoe oud ben jij, Amanda? 4 jaar. En kan je dan een majorette doen? Ja. Ja, doe het eens voor. Nee. Ja? Waarom niet? Ah, dat durf je toch wel? Nee. Moet je luisteren, lieverd. Ga ik voor je staan, dan kan niemand het zien. Nee. Nee, dat is toch niet eng, gekkie? Deze puinhoop is dit. Oh, wat spijt me dit. Ik zal het meenemen naar huis. Ja, dat komt dik voor elkaar. Dat komt best in orde. En bovendien, zo hoort dat. Dus, heren, u weet, 4 keer om het middel. Omhoog deed ik het ook 4 keer met een speciale greep. En dan om de enkels en daarna alle vlaggen kapot. Nou, misschien schenk ik je dat. Hoe doen we dat? Wacht, ik ga hier staan, want ik ben een... Verdeel het eens een beetje. Maar hoeveel zijn ze? We hebben wel 200 natuurlijk. Je mag de trap op als je dat wil. Kan me niet schelen. De trommelaars moet dat op trommelmuziek, dat soort dingen. Dus 4 keer om je middel, 4 keer omhoog. Ik weet niet meer of ik het van links naar rechts deed. Ik heb geen idee meer, dat weet ik niet meer. Maar wel graag allemaal dezelfde kant op. En dan 4 keer beneden om en dan eroverheen stappen. Ja, kan die? Dan gaat de weddenschap nu in. Hartstikke bedankt. Ik heb het gewonnen. Ik heb het gewonnen. En mijn stem is ook weer terug. Ik heb het gewonnen. Waar is Marlene? Marlene? Waar ben je? Gefeliciteerd, Jos. Geweldig. Ben jij gefeliciteerd? Mag ik jullie hartelijk bedanken dat je zo pijlsnel hier naartoe gekomen bent. En vooral voor de Belgen zal het problemen hebben opgeleverd. Ze stonden nog buiten namelijk. Helemaal met ronkende motoren. We zijn aan het einde gekomen van deze eerste aflevering van het 5e seizoen. Werden dat. De 29e show zit erop. Ik kijk even naar het panel. Nou, ze hebben allemaal gezegd, ja, behalve het zaalpanel. Laura, het spijt me verschrikkelijk. Jij hebt het ontzettend verloren. En wat ben ik daar blij om, zeg. Als ik de eindscore bekijk, dat is ook niet te geloven. Dan hebben Boudewijn Buug en Chris Lomme ieder maximaal aantal punten eruit gehaald. 1000 punten. Dus. 2 trofees van... Rick, eentje aan deze is voor Boudewijn. En deze is voor Chris. En bloemen uit Aalsmeer zijn er. Bloemen uit Aalsmeer. Daar komen ze aan. En intussen, lieve dames en heren, kan ik dus afscheid van u nemen. Dit was dus de eerste aflevering van de 5e serie. Wat ik al zei, de 29e werden dat. Volgende week doen we de 30e. Wat nog nooit gebeurd is. Nou, het is wel eens een keer eerder gebeurd, maar het gebeurt niet erg vaak. Alle weddenschappen, inclusief de mijne, zijn dus gewonnen. En dat vind ik een fantastische start van een nieuw seizoen.